Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar de eerste aflevering Reageren op. En reageren op is misschien wel heel erg leuk en misschien is het wel helemaal niet leuk. We gaan reageren op YouTube kanalen en we trappen af met buitenlandse kanalen. Want we willen de Nederlandse kanalen eerst nog maar even te vriend houden. Nou, of besparen misschien. Ja, besparen, dat is net hoe je het noemt. Ik zet een YouTube kanaal op, ik ga samen met Glenn gaan we een paar minuutjes kijken. En dan gaan we erop reageren. Dat wel goed. Die zijn allemaal aan het zoeken, joh. Wat is dat? Dikker Dawn. Weet je wat het allerergste is? Ik kijk alleen naar... We gaan naar het kanaal kijken. Wat is je eerste indruk van het kanaal? Dikker Dawn. Ik laat jullie uiteraard ook wel even plaatjes zien en alles. Dus het komt in beeld. Nou ja, kijk, ik ben zelf natuurlijk niet de knapste, maar... Ja, maar dat lijkt wel... Ja... Het lijkt wel Johnny Kaagman. Wie is dit? Johnny Kaagman. Wie is dit? Dit is Dikke Dawn. John Tipjes. Dikke Dawn. Dikke Dom. Ja, nee. Ja. Ze komt uit Engeland en ze heeft 22 en bijna 23.000 abonnees. Oh, wacht, lekker. Dat dus, wel. Dus ze doet iets goed. Ja, misschien moet ik allemaal zo in de video. Ja. Ze is in ieder geval gesponsord door Gerrit. Het is een Gerrit Girl. Oké. Dus voorzichtig zijn. Ja, maar hoeveel zijn er nou van? Gerrit Girls? Ja. Nou, je hebt een Gerrit Girl Europe. Je hebt een Gerrit Girl. Je hebt een Gerrit Girl Amerika. Je hebt een Gerrit Girl... Daar meen je? Wist ik helemaal niet. Gerrit Girl. En dan heb je nog wat Gerrit Girl Wannabes. En dan heb je nog gemaakte Gerrit Girls. Dan heb je nog Gerrit. En dan heb je Gerrit. En heb je nog Gerrit. Ja, maar... Nee, je hebt heel veel Gerrit Girls. Oh, maar het middelde... Ze praat toch ook niet echt als een Engels girl, you know? I found some dick in ground. Laat ik het zo zeggen. Ik zou dit kijken, want ik vind het heel gaaf wat ze eruit haalt. Maar ik zou wel het geluid uitzetten. Nee, joh! Oh, het zijn gewoon stenen. Ik dacht dat het allemaal vondst waren. Even kijken. Hebben we nog... Ja, wat ze doet is gaaf. Ja, wat ze doet is gaaf. Maar ze is nu niet in beeld. Nee. Dus we pakken even een ander filmpje van haar. Oké. If you're watching this channel, can you please subscribe to Roots the Toy Showtje? Gaat ze... Ja, hier ook. Oh my god. Oké. Nee, niet you and me. Even doorspoelen. Honest to God, that's the last that I've been. I can't get off a horse. He's a fat lad. I just stood on that hill and said, let's find some gold, and they've found it. I'm scared of losing it now. I've been looking at it. Heb jij begrepen wat ze zegt? Zeg je moeder eigenlijk. Ik versta Engels, maar ik vind het. Heb je wel eens afgevraagd waarom ze met twee brillen op haar hoofd zit? Ja, ik krijg namelijk zo. Waarom heeft ze dat? Dat weet ik niet. Oh, hebben ze dat altijd? Weet ik ook niet. Oh. He's got, I can't find it all, Mark, on it. Zie je dat? Ze twee brillen. Sort, but he's definitely got the weight and the more I'm touching it, the gold is going, look. Of course, I'm changing for me. Ik denk dat zij zich voordoet als een meisje van 18. Wat de oude mannetjes natuurlijk... Weet je wel? Nee. Weet je wat ze is voor beroep? Nee. Lerares. Oké. Ja. Ze is lerares op een kindergarten. Dus op een kleuterschool. Komen ook mannen toch? Een kinderschool erin. Nou, voordat we te ver gaan, zullen we nog een kanaaltje pakken? Ja, doe maar. Ja. Wat is nog meer een leuks buitenlands kanaal? Bondi. En of Bondi onder de... Wacht even hoor. Valt Bondi onder buitenlands? Ja. Ja, ja, hij, maar is... hij praat toch echt in Nederlands hoor? En hij is een... het is een Australië. Ja. Het is hij is hier geland. En hij kan hier lekker zijn jointje roken en zijn biertje drinken. En hij kan hier lekker een beetje zijn gang gaan. Maar... Ja, maar waarom is hij hier? Hij heeft volgens mij een Hollandse vrouw. Denk dat is... Heeft hij een Hollandse vrouw? Dat denk ik. Ja, ik weet het niet. De meeste... De meeste criminelen zijn vroeger allemaal naar Australië gegaan. Ja, misschien komen ze nou weer terugkomen.
Misschien wil hij ook wel Amsterdam West. We gaan ervan uit, Bondi, oké, hij is vaak in Nederland, maar hij is ook een tijdje in Australië weer geweest. En hij is ook een tijdje in Engeland geweest. En hij praat absoluut geen Nederlands. Nee. Dus wij zeggen, het is een buitenlands kanaal. Ask me, where should I go magnet fishing? Well, my answer is anything could be anywhere. So today we're in the middle of nowhere. We're just going to go through. Voordat we verder gaan, wat vind je van zijn kapsel? Ja, nou ja, als ik het met mezelf vergelijk, dan ben ik wel een beetje jaloers natuurlijk. Zit niet echt meer veel op, dus nee. Nee, gaaf. Ja, waarom niet? Ja, ja, waarom niet? Ja. Ja, ik wilde zeggen van, zullen we een keertje kijken of we niet een samenwerking met hem kunnen... Ik heb al met hem... Wij. Nee, ik ben met hem op pad gegaan. Ja, maar kijken of Palm Leaf of Head & Shoulders of een of andere shampoo, of die niet een samenwerking met hem kan doen. Ja, misschien wel, ja. Het lijkt godsamme wel een rattennest op zijn kop, man. Ja, maar weet je wat ik... Kijk, nogmaals, ik kan niet tegen Engelse accenten. Ik weet maar dit is Australisch. Dat is toch hetzelfde, man? Hallo, Winke? So nee, is hetzelfde. Nee. Maar, wat ik wel vind, ik ben met hem op pad geweest één keer. En zijn enthousiasme... Dat normaal... Laten we eerlijk zijn, YouTubers. Wij zijn ook maar zo enthousiast. Oh, mijn god, maar hij... Dit is echt... Dit is echt, hij is echt zo enthousiast. Dat vind ik wel gaaf. Ja. Alleen de English words I don't like. Ja, maar... I'm a catch in jackpot. Weet je, bij maar hij doet het goed. Hij doet het goed. Hij heeft trouwens ook ontzettend veel subscribers. Daar is flink gegroeid. Hij is echt gegroeid. Wat ik wel vind is... Ik zit nu 3 minuten te kijken en het enige wat ik hoor is... Oh! Yes! Oh! Als ik een Albert Heijn zak haal, ja, dan moet ik er 20 cent voor betalen. Yes! Maar als hij een Albert Heijn zak aan zijn magneet hebt... Ja, wat doet dit eigenlijk hier? Dat is Noah zijn eerste flesje. Oh. Als hij een plastic zak aan zijn ding hebt, dan weet heel de buurt het. Ja, maar het is... What's in the bag? Maar het is echt. Het is echt. Ja, het is echt. Ah, nee, maar hij doet het echt. Die enthousiasme is echt. Ja. Ja. Ik vind het goed. Man, this is so cool. So cool. I couldn't have dreamed as a... Jullie zien het niet, maar hij heeft letterlijk gewoon een leeg kistje in zijn handen, hè. Er zit niks in. It's been down there a long time. Ja. Dat zien wij ook wel. Ja, maar ik kan hier wel naar kijken. Het is niet, kijk, die andere, die van net, die verstond ik echt niet. Nee. Ik versta hem wel. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk ze ook allemaal. Ja, ik kijk niet alles, maar ja. Nou, niet alles, maar wel veel. Maar als je toch kijkt, niet boven het randje, kijk dan naar al die ND. Nou, is het nou safe van Moneybox? Maar als ik zijn video's kijk... Ja. Don't make me buy it. De meest trending Als ik naar zijn video's kijk dan en je doet je ogen dicht, dan zou het ook een video van Don en Nat kunnen zijn. Shout out naar Don en Nat. Ja, niet? Ja, ja, ja. Oh yeah. My god, ja, ja. This one's totally empty, man. Dat is ook niet goed, dit is totally empty. Vroeger had je, hoe heette die video? Cheese and Chong? Cheese and Chong? Ja, joh, ik ben nog een stuk jonger dan jou. Die gasten die zaten de hele dag op de bank alleen maar te blowen. Ja. En die praten ook zo. Wow, man. That's some heavy shit, man. Hey man, am I driving okay? I think we're parked, man. Oh shit. Ja, maar ik versta hem wel daardoor. Als hij zo. Ja. Als die andere. Ja, zo weet je wel. Ja, ik weet niet eens wat ze zei, maar. Dit kan ik wel volgen. Engelsvrouw. Oké. Amerikaans. We hebben nu Engeland gehad, we hebben Australië gehad en nu nemen we Amerika. Gerrit? Nou. Zo. Wat is dit?
Wat is je eerste indruk? Ja, volgens mij zijn het echt dolle nat. Ik krijg een beetje kippenvel ervan, man. Dit komt de... We are the roadmasters. Ring. Ringmasters? Ringmaster, nee. I'm KG and I'm the ringmaster, of zoiets. Ik ben Glenn en ik ben van all the end. Ja, een beetje kringstop. Goede gitaar erachter. Nee. Het is echt Amerikaans, hè? Ja, dat wel, dat wel. Dat, Spoel even een stukje door, die intro. In 10 minutes, the nectar's flowing. 10 minutes, the nectar's flowing. Ik ga het nu nog een keer zeggen, hè? Doe jij dit expres? Zoek jij gewoon een kanaal op om mij uit te lokken voor een reactie? Of ben je wat heb je net gezien? Het is echt letterlijk gewoon, hij pakt dan een zegellootje. Ongeveer zo groot. Was het, zag ik het was een zegellootje. Ja? Onze stortakkers hebben zo'n beetje 900 zegellootjes op vierkante meter. Hij pakt één zegellootje. Misschien komen ze in Amerika iets minder voor. Dat denk ik, ja. Maar hij zit op zijn knieën. Zijn ogen werden zo groot als een anaconda. 10 minutes and the nectar is flowing. Ja, hij zei dan nog 2 keer zelfs, hè? Hij zei dat twee is echt keer. Enthousiast. Dus hij gaat gewoon een zegellootje staan zoenen en hij zegt de nectar vliegt in de ronde. Ja. 401. Maar wacht even, mag ik wat vragen? Ja. Hebben we een cameraman mee? Ja. Want anders filmen ze elkaar om en om en dan is het helemaal cringe. Nee, ze hebben niet een cameraman, ze hebben een cameraploeg bij zich. Oh, het is echt een, hebben ze een groot kanaal? Ja, dit zijn echt dit zijn de twee grootste Garrett-promoters van de wereld. Oh, ben je? Ja, hun zijn van het Garrett-team. Dus hun hebben een cameraman bij zich, een muziek, hoe heet zo'n ding, zo'n geluidpistool. Ja, joh. Er staat een regisseur bij. S'morgens lezen ze op wat ze smiddags moeten zeggen. Dat ben je niet. Dat zijn hun. Ja, oké. Okay. Ja, ik ken ze niet. Dus, ja. Ja. Is dit iets wat je, als je het zou tegenkomen, zou je het dan gaan kijken? Nee. Ja, misschien even, maar... Hey everybody, KG and Ring here. We're in England. And we're hanging out with the toy soldier. Yeah. Toy soldier, KG. And listen to that music. Makes me want to do a jig. Yeah. Toy and then soldier go get jig. A beer. Oh, yeah! Helaas. We hebben nu 3 landen gedaan. We doen voorzichtig aan. We proberen het een beetje netjes te houden. Ja, ik wil niemand afkraken hoor. Ik geef wel een eerlijke mening. Ja, het is ja, hartstikke eerlijk. Maar als je nou een top 3 had, hè, van deze 3, wie is dan 1 en wie is dan 3? Laat jullie achter in de comments wie jullie van deze 3 het leukst zouden vinden. 1. Bondi. 2. Dikke Dan. Of 3. De Dikkers. Ja, maar oké, maar wie vind jij? De beste en de slechtere, om het zo te zeggen. Nou, ik vind de Dikkers de slechtste. Die laatste? Ja, de grootste. Ja. Die vind ik de slechtst. Ik vind Dikke Dan vind ik wel grappig. En ik ken haar persoonlijk. Dus ik vind je kent haar ook? Ja, ik ken haar. Dus ik vind haar zelf, het is echt een hele lieve vrouw. Qua video's vind ik die van Bondi het beste. Ik vind, ik denk toch op 1 inderdaad ook. Nou, ik twijfel een beetje. Die laatste waren ook wel, ze doen, weet je... Het is allebei enthousiast, maar helemaal een cameraploeg erbij. Nee, dat vind ik toch Bondi 1. Die tweede, die zijn die Donnerat. Ja, de Garrett. En die laatste, ik denk dat ze hele leuke dingen vindt, want ik vond het gaaf wat ze vond. Maar ik versta dat niet. Nee. Dus zo, ja, het is dus 3 dingen dan. Wat vinden jullie van deze 3 kanalen? En vinden jullie dat wij dit vaker moeten doen met meerdere kanalen of met andere dingen? Laat het dan ook even achter in de reactie, want dan gaan we deze trailer of deze teaser gaan we uitwerken. Oh, het is een teaser, ja. Ja, het is te kort voor een hele serie. Ja, dus dit is de teaser. Gaan we hiermee door of zeggen jullie, maar we stoppen ermee. Bedankt voor het kijken. Bedankt Glenn van All D&D. Dat je erbij was. Ja, bedankt Ruud.